Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van tien voor drie vanmiddag zien we een dik pak bewolking boven het westen van Europa. Dat hoort allemaal bij een lage drukgebied dat geleidelijk vanuit Frankrijk over België en Nederland richting Denemarken gaat koersen. Die witte wolkenplukken, dat hangt ook samen met buien en regen. En dat kunnen we ook zien op de radabeelden. Als we die in beweging zetten, dan zien we dat ze van zuid naar noord in eerste instantie nu over het land trekken. Daar gaat in de loop van de avond wel wat in veranderen, want doordat het lage drukgebied over het land trekt, gaat die neerslag uiteindelijk om dat laag heen trekken. En dat betekent dat dus de neerslag zich wat meer op het westen van het land gaat concentreren. En dat is niet alleen alles, want als we naar de windpijlen gaan kijken, dan zien we dat vanavond die wind aan de kust heel erg gaat toenemen en dat er zelfs zware tot zeer zware windstoten mogelijk zijn aan de achterkant van die depressie. Daar hebben we dus vanavond mee te maken. Overwegend bewolkt weer, vooral in het midden en oosten van het land. Nog een aantal stevige regen- en onweersbuien. In het zuidwesten later op de avond opnieuw buien regen En het kan dan echt even stevig doorregenen. Temperatuur rond de graad of 19. Maar de hoofdzaak is dus die wind. Die gaat fors aantrekken uit een west- tot noordwestelijke richting. Hij wordt boven land vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. In de kustprovincies zelfs windkracht 7 boven land. En aan de kust een stormachtige wind, windkracht 8. En dat is echt veel voor het zomerseizoen. En dan met name in Noord-Holland, rond het IJsselmeer, ook in Flevoland en in Friesland en met name ook op de Waddeneilanden, daar zijn zware tot zeer zware windstoten mogelijk tussen de 90 en 110 km per uur. En dat gaat ongetwijfeld voor veel problemen zorgen omdat heel veel bomen inmiddels in een nogal slechte staat zijn. Dat betekent dat takken gemakkelijk afbreken. En op de campings betekent het natuurlijk dat je je tentje goed vast moet zetten. Uiteindelijk in de nacht wordt het wel langzaam rustiger als het laatste in het oostelijk Waddengebied. Er kan verspreid nog wat lichte regen vallen, maar later komen er wat meer opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Ja, en morgen overdag ziet het weerbeeld er dan best redelijk uit. We hebben een afwisseling van wolken en zon. Maar er komen verspreid in het land ook een paar buien tot ontwikkeling en daarbij kan het ook onweren. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden en dat zijn de laagste middagtemperaturen die we gezien hebben sinds 11 juli, dat is dus bijna een maand geleden. De wind is meest matig uit het westen of zuidwesten. Op zaterdag verandert er weinig, met name in de kustgebieden en enkele buien. Land inwaarts meest droog. De middagtemperatuur ligt zo rond de 20 tot 23 graden. Op zondag dan schijnt de zon volop en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dan keert de zomerse warmte dus duidelijk even weer terug. Op maandag begint de dag ook nog behoorlijk zonnig en dan wordt het 26 tot 31 graden, maar liefst een tropische waarde dus aan de oostgrens. Maar aan het einde van de dag komen de stapelwolken en meer wolkenvelden en dan komen er ook buien aanzetten. En ja, op de langere termijn zien we dat de middagtemperatuur zo rond die 25 graden blijft schommelen. Af en toe komt hij wat hoger uit, soms zelfs dicht bij de tropische 30 graden. Maar dat is vaker niet dan wel. Dus echt heet zomerweer hebben we voorlopig niet. Maar koele dagen, dat ook niet. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl